Goedemorgen jongens, het is woensdag en zoals je ziet ben ik deze dag al helemaal zen begonnen. En ik heb voor elke dag van de werkweek weer allemaal leuke, grappige hacks die zorgen dat jouw dagelijkse routines een klein stukje leuker en simpeler worden. Dus ik zou zeggen, let's go! Oké, deze hack is misschien niet het meest voor de hand liggend, maar hij is wel heel geestig en je blijft nergens meer aan haken. Je hebt nodig heel stevig touw en dat knoop je heel goed vast. Twee maal en die doe je om de wielen heen en vervolgens kan je het als een rugzakje op je rug doen. Oké, ik denk dat dit wel een van de meest irritante dingen is die je kan hebben als je net helemaal hebt opgemaakt en dan klaar bent, ready om te gaan. En vervolgens een shirt aantrekt en hier een hele gore grote vlek foundation zit. Maar goed, je kan dit shirtje ook gewoon aanlaten, want ik heb voor jullie een trucje waarmee je deze foundation vlek in no time wegtovert. Ik heb hem voor het gemak even uitgedaan. Stap 1. Je hebt dus nodig scheergel. Klein beetje op je hand. Wrijf je erop. Dan heb je nodig de lepel. En daarmee ga je eigenlijk zorgen dat het een beetje in de vezels van het shirtje trekt. Dan doe je er een beetje water op. Dan pak je je doekje en dan ga je het een beetje eruit boenen. En dat mag best wel een beetje hard. Kijk, en dit is heel goed nieuws, want nu is de foundation eruit. Let wel op, als je hem nu weer over je hoofd aantrekt, dat je niet weer langs je make-up trekt, want dan kan je weer bij het begin beginnen. Ik denk dat we dit probleem allemaal wel kennen. Je wil gaan koken en de hele tijd als je net die pagina wil gaan gebruiken, slaat die de hele tijd om. Of je moet ongeveer met je witte shirt in al je eten hangen. Geen probleem jongens, want daar heb ik een hele simpele oplossing voor. Je hebt nodig een kledinghanger met van die klemmen. Klik je hem linksboven. En rechtsboven hang je hem gewoon zo op. Heb je hem op ooghoogte, kan je goed kijken. Gaan de pagina's niet door elkaar heen. En kan je beginnen met bakken. Dit was hem dan voor de woensdag. Laat in de comments weten welke jij gaat toepassen of welke er misschien nog ontbreken. Check ook alle andere video's en morgen ben ik er weer met nieuwe hacks. Joep!